daar hoef je dus niet een specifieke ventilatie voor aan te leggen. Het probleem met ventileren is natuurlijk dat je altijd op moet passen voor tocht. Ja. Dus de kunst is eigenlijk om een natuurlijke luchtwerveling te genereren, die in feite niet kunstmatig wordt veroorzaakt, maar eigenlijk een natuurlijke welving kent, een natuurlijke golf kent. Kijk, die Chinezen die hadden het al door. Die zeiden al, tocht is wind die haast heeft en haast is nooit goed. Dus vandaar dat ik ook niet kies om dat via ventilatoren te doen. In aantal gevallen moet dat natuurlijk wel. Maar in principe, als je een natuurlijke welving krijgt, zoals je bijvoorbeeld temperatuurverschillen ook invloed kunnen hebben op de stroming van de lucht. Zo kan vitaliteit dus ook invloed hebben op de stroming van de lucht. Dat zijn juist die fenomenen, zeg maar, waar we dus gebruik van maken. Waardoor er dus eigenlijk in heel veel gevallen ook meer negatieve ionen ontstaan. Zonder dat dat noodzakelijk via het elektriciteitsnet aangedreven wordt. Okay. Dus het is veel leuker, zeg maar, om een constructie te maken wat in feite onderhoudsvrij is, waar geen mechanische delen in zitten. Omdat, als er geen mechanische delen in zitten, dan kan er dus de betrouwbaarheid ten goede komen. Je kunt natuurlijk zeggen, ja, dit is mechanisch. Maar hier doe je niet constant aan bewegen, maar zelfs dat kan het hebben. Ja. En dan zijn er ook nog energieplaten. Ja. En wat is daar het principe van? Wat kun je ermee? Elk mens heeft in feite een polariteit. Dus wij zijn ook aarde. Dus zoals je weet heeft een magneet een polariteit. En dat hebben wij mensen ook. Zaden. Plantenzaden hebben een polariteit, alles heeft een polariteit. Wanneer een fenomeen in condities terechtkomt waarin stress gegenereerd wordt, dan krijg je compensatie. Dus anders gezegd, als je je enkel verzwikt, dan ga je dat been ontzien en je gaat het andere been zwaarder belasten. Dat is compensatie. En in feite wat je met die platen doet, dat is dat je decompenseert. Zo je wil, eventueel ziektegeschiedenis afbouwen. En dat betekent dat je dan de polariteit daarmee kan stabiliseren. En op het moment dat de polariteit gestabiliseerd is, is het fenomeen vaak veel sterker. Dus hier komen we de sportmensen. En die zitten behoorlijk in compensatie. En dan moet je zelfs bekwame sportmensen, zeg maar, die veel prestaties geleverd hebben, dat toch waarschuwen dat als ze vanuit compensatie sport bedrijven, dat het risico op letsel heel groot is. Mm-hmm. En dat ze dan verder compenseren. Zo, met deze platen kun je dus decompenseren. Je kunt ermee vitaliseren. In feite zitten er heel veel overeenkomsten in van de vitalizer. Alleen heeft het een andere toepassing. Dus je kunt bijvoorbeeld jonge plantjes, die kun je wel in een bak water houden. En dan kun je ze vitaliteit geven. Maar als ze nat genoeg zijn, heeft dat geen zin. En dan moet je een ander fenomeen hebben waar je verder mee kan. En wat zijn toepassingsmogelijkheden in de zin van praktische? Hoe ga je erop zitten? Ga je ermee slapen? Hang je ze in een ruimte? Of kan het allemaal? Het kan allemaal. En het leuke van alles is dat je mensen eigenlijk de mogelijkheid geeft om zelf ervaringsdeskundig te worden. En dat is dus eigenlijk de invloed van hetgene wat we hier maken op het bewustzijn. Mm-hmm. Dus eigenlijk wat er gaat gebeuren, de mensen gaan steeds meer voelen. En voor mij is voelen weten. Dat is anders gezegd. Ik zie een groot verschil tussen kennis en weten. Kennis neemt ruimte in, omdat het eigenlijk een manifestatie is van geestelijk bewustzijn. En weten is in feite een manifestatie van ruimte. Het grote probleem is dat we vaak te weinig ruimte hebben om nog te weten. Mm-hmm. Er is een gezegde, en dat komt niet van mij. Als God ons belt, hoort hij constant tuut, 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 tuut. Dus we zijn constant in gesprek. Ja. En heel veel oplossingen, zeg maar, die zoeken we in het verstand. Terwijl belangrijk is dat je een inzicht ervaart. En dat je niet in het inzicht blijft hangen, maar een beetje in het inzicht blijft. Om tot een oplossing te komen. Als je op enig moment uit het inzicht stapt, in de reden om een oplossing te bedenken, dan volg je een nieuw bedenksel. Ja. En dat is een groot verschil.
tussen de realiteit van een bedenksel en een realiteit van ruimte. Dus als je dus je bedenksels volgt en je krijgt daardoor weer minder ruimte, ga je dus steeds minder weten. En dat is in feite de invloed van deze producten op het gevoelsleven van mensen in die zin dat ze makkelijker keuzes kunnen maken. En doordat ze dus beter geaard raken en hun stress dus ook beter kwijt kunnen, dat zien we ook bij de dieren en zelfs bij de planten, kunnen ze eigenlijk steeds meer ruimte over hebben om tijd te besteden aan het weten en minder tijd te besteden aan het malen. Ik zie daar staan op die verschillende vitalisatoren, bijvoorbeeld liaanblad, klimplant, tarwerijst. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zijn eigenlijk wortels die hele specifieke eigenschappen hebben. En de eigenschappen die ze eigenlijk hebben, die heb ik uitgedrukt, zeg maar, in dit geval in eigenschappen van planten. Dus met andere woorden, van wanneer je bijvoorbeeld een thee zou zetten van die planten, of een extract zou trekken, of wat dan ook, dan komt er een frequentie vrij, los van de smaak, zeg maar. En die heb ik op zijn zachtst proberen te benaderen of proberen te bereiken. En in feite kun je dus dit ook weer gebruiken voor voeding. Dus met andere woorden, ik ben ook aan het onderzoeken in welke mate water een essentieel bestanddeel kan zijn. Wanneer er gewoon geen substantiële voeding is, geen brood, geen groenten. In welke mate dat we ons dan met water kunnen voeden. En de volgende stap is natuurlijk, maar welke mate kunnen we ons met lucht voeden. En ik snap ook dat het de verandering van het bewustzijn geeft. Maar met die verandering van het bewustzijn bezig zijnde, krijg je deze effecten. Heb je ook iets bij jezelf gemerkt met betrekking tot een bewustzijnsverandering? Je bent hier nu een jaar of 10 mee bezig, denk ik. Ja. Heb je iets bij jezelf gemerkt dat je... Op bewustzijnsveranderingen, nou sowieso op de eerste plaats in vitaliteit. En dat geeft dan een ander bewustzijn. Dus met andere woorden, ik denk wel eens erover van, als ik de uren maak en ik zou hier niet mee bezig zijn, zou ik als het ware dat volhouden. Ik merk het ook aan het bewustzijn in die zin dat je toch sneller bijvoorbeeld stress afbouwt. En dat heeft wat de degen invloed omdat het je anders laat denken. Het heeft ook best wel invloed op je denken. Je kunt natuurlijk denken in termen van negatief denken en positief denken. Maar wat belangrijk is, zoals ik het bij mezelf ervaar, is dat ik veel korter in de dualiteit verblijf. Dus dat ik sneller in staat ben om de dualiteit echt te gebruiken waar die voor bedoeld is, om een keuze te maken. Eigenlijk beslissingen te nemen. En dat ik daar minder lang in blijf hangen. Dus op dat moment gebruik je de dualiteit om een keuze te maken. En dan is het weer voor jou polariteit. En polariteit is in principe neutraal, plus en min. In feite stroomt het. Ja. En dat ervaar ik wel steeds meer, dat het steeds harder gaat stromen, sneller gaat stromen, doe je dingen sneller verweren. Aantal dingen ook veel sneller ziet. Je krijgt een hele andere manier van waarnemen. Met andere woorden, je snapt dat het heel belangrijk is om bewust te worden en niet onbewust te blijven. Ja, zo kun je een heleboel dingen opnoemen waarin je dat heel concreet merkt. Je bent beter geaard, waardoor je de stress ook weer beter afvoert, pijn beter afvoert. Zo je wilt problemen beter afvoert. En je neemt jezelf meer mee. De ervaring, samenvattend, die ik voor mezelf de laatste tijd opgedaan heb, dan zie ik eigenlijk dat identificatie importeert heel veel ziektes. Dus met andere woorden, emoties zorgen altijd voor identificaties. En ik zie dat mensen vaak klachten hebben. Maar op het moment dat het, laten we zeggen, over is, dat ze weer dingen kunnen doen, dan zijn ze helemaal verbaasd. Dat ze bevrijd zijn van een klacht of van een probleem. En als je dan even doorvraagt, dan zie je ze op een gegeven moment weer komen. En dan zie je dus eigenlijk dat ze op dat moment weer in hun gewoonte stappen. Zo, als mensen erg gehecht zijn aan hun gewoonte, vertrouwen ze de eenvoud van hun resultaat niet. Eigenlijk vertrouwen ze de eenvoud niet. En in mijn beleving gaat het er de komende tijd juist op aankomen.
dat de mensen moeten leren steeds meer hun leven te leven en minder hun gewoonte te leven. Dat betekent dat ze wel gewoonte kunnen hebben, maar ze hoeven geen gewoonte meer te zijn. En dat betekent eigenlijk weer een toename van de autonomie. Dus in feite, zich minder afhankelijk voelen, geeft een enorm stuk bevrijding. En dat is eigenlijk een stuk wat ik eigenlijk ook probeer mee te geven in het werk wat ik doe, in de ontwikkelingen waar we mee bezig zijn enzovoort.